Anyone over Michael Jackson? Yo, ja, dat was Maxine en Abel. Het was gezellig, ik ben nog steeds excited, want er is iemand hier. Darren is er, Sjaak is er, waar jullie lang op hebben gewacht. De laatste optreden van Paradio Overschie op zaterdag. Wat een kanalen, beter als vorig jaar en daarvoor. Maar goed, we gaan even afbouwen. De DJ zal een beetje muziek komen daar, DJ Onno of DJ. Kwijt, DJ Onno? Yo, we gaan even afbouwen. Darren en Sjaak en hun mannen zitten achter, ze komen zo. En alsjeblieft, hou rekening. Laat de kleine kinderen voor en de volwassenen iets naar achter, zodat de kinderen ook mee kunnen maken, ja? Dank jullie voor medewerking, ik zie jullie zo. Ja, test. Ja, ik heb hem. Hallo, hoe vind je dit? Hoe vind je dit, wel goed? Nee, wel niet. Hoi, hoe vind je ervan? Wat vind je van? I don't speak Dutch. You don't speak Dutch. How do you like it so far? Good, good. Good, huh? And the songs they wrote and write and sing? I like it. How do you like the rappers? I like it. Yeah, you like that, huh? Are you still going to the after party tonight? Yes, I like it. You going or? I like it. Okay, thank you. You watch this on YouTube. In about a week, okay?
We got another festival that we got an example. So. Dankjewel meneer. Oké. Wacht even. Ja, is goed. Oké, bedankt. Oké, bedankt. Nee, je hebt niet zoveel vermogen. Ja, ik heb hier ook. Ja, nee, want dat komt wel goed. Ik neem mijn hand, bel ik wel even. Ja, doe maar een mailtje. Ja, een mailtje. Want wij horen vaak de telefoon. Ja. Oké. Wie weet, vind je vond het wel leuk? Ja, dat is wel leuk, hè? Ja, zeker. Ja, dat is leuk. Wat vind je dat ze doen voor de jongeren? Hoe dat opgezet is? Hoe vindt u dat? Nou ja, wat ik er tot nu toe van zie, dan krijg ik in ieder geval de kans om er nog wat... Ja, een soort inbreng, de muziek op zich. Ja, het zijn jongens en meisjes met toch wel redelijk talent en moet toch ergens beginnen. Ja, daarom. Dan zie je wel een kans krijgen. Ja, maar ook door... Stond op het andere podium, dat was... Ja, het geluid was iets beter. Ja, de bas is te zwaar, hè? Ja, kwam iets vervormd over, maar ja. Kan nooit perfect zijn, toch? Maakt niet uit, gaat nee. Toch, ja. Ik vond het op zich leuk. Ja, oké, okay. Ja, want jongeren die... die willen steeds meer inspraak hebben in dingen. Jawel, tuurlijk. En de gemeente moeten ervoor zorgen eigenlijk dat er dan dingen te doen zijn voor jongeren. Zeker, want anders ja. Dan krijg je verveling en dan gaan we hangen en doen. En... Ja, dat is ook zeker. Ja, kijk, zo'n jongelui die er allemaal, weet je wel, misschien wel beroepshalve met muziek bezig gaan. Dus dat ze op die manier toch een kans krijgen om dat wat ze op school, want ze zitten op school met dit soort muziek, toch een kans krijgen om dat een keertje voor het publiek... Te uiten, zeg maar, ja. Ja, dat is leuk. Kunnen ze zich uiten. Ja. Nou, wat vond je van het rappen? Van het rappen? Rappen. Heb ik er heel weinig van gehoord. Dat ook... dat kan je op YouTube zien dan, onder andere. Okay, want dat staat nog meer op, hoor. Ja, ik loop hier regelmatig rond vanavond ook, weet je wel. Het andere podium, het grote podium. Grote? Tering. Ja, dat is meer ons niveau, maar goed. Ja, dat is waar. Ja, meestal met festivals en zo. Waar kom u meer? Ben u op Nelson Mandela Festival geweest? Nee, nog niet. Nee. Nog niet? Volgend jaar? Nou, wie weet. Ja, wie weet. Ja. Nou, zie je dan. Ja, oké, dank je. Oké, dankjewel. Heel veel plezier, hè. Dank u. Dag.